Ik ben begonnen als ZZP'er, maar hoeveel uur mag ik in loondienst werken? In principe mag je zoveel uren in loondienst werken als je wil. Er is één belangrijke maar. Wanneer je als ondernemer bent gestart, dus als ZZP'er, en je wil in aanmerking komen voor het urencriterium en daarmee dus gebruik maken van de zelfstandige aftrek en de startersaftrek, moet je minimaal 1225 uur als ZZP'er gewerkt hebben. Daarbij is er nog een belangrijke voorwaarde dat je minimaal evenveel uur moet werken als ZZP'er ten opzichte van je loondienstbaan. Dus stel nu dat je 30 uur in loondienst werkt, dan moet je minimaal 31 uur als ZZP'er werken om alsnog in aanmerking te komen voor het uurcriterium, ook al zit je ruim over die 1225 uur heen. Maar daar is natuurlijk ook weer een uitzondering op. Op het moment dat jij startend ondernemer bent, en dat is op het moment dat je gebruik kunt maken van de startersaftrek, dan geldt deze voorwaarde dus niet. Dus op dat moment mag je wel minder uren maken als ZZP'er ten opzichte van je loondienstbaan, mits je dus maar die 1225 uur haalt. Haal je nu die 1225 uur niet als ZZP'er, is het natuurlijk ook geen ramp. Het belangrijkste is dan dat je dus geen gebruik kunt maken van de ondernemersaftrekposten, startersaftrek en zelfstandige aftrek.